Hey, hallo allemaal, het is vandaag even kijken, de 27 januari en ja, het is vandaag vrijdag en het werk zit erop, heel erg fijn. Ik ben net thuis gekomen en ik ga dadelijk mij omkleden, make-up bijwerken en dan ga ik een filmpje opnemen. En ja, het is nu 2:30, ik weet niet of ik het nog ga halen, dat filmpje opnemen, maar om 3 uur heb ik in ieder geval een telefonisch gesprek, een telefonisch interview met iemand van de Flair, want zij hadden mijn artikel rondom pesten gelezen op mijn blog. En ze willen graag met mij een interview afnemen. Er is nu blijkbaar een meisje. Dus ja, ze hebben mij opgewerkt, ze hebben mij gecontacteerd of ik interesse had. En ja, ik heb daar op zich wel op toegehapt. Ik denk, waarom niet? Dus dat telefonische interview gaat om 3 uur gebeuren. En daarna hoop ik ofwel dat filmpje op te nemen ofwel dat ik nog kan wandelen. We zullen zien. Maar in ieder geval, dat is een beetje de planning voor vandaag. Straks eten we natuurlijk weer frietjes. En voor de rest staat er op zich niet zo heel veel op. Morgen wordt wel een hele drukke dag. Maar wat dat morgen allemaal is, dat zien jullie zelf wel in de verdere vlog. Maar voor nu ga ik me even snel klaarmaken. Ik heb bijwerken. En dan ga ik proberen nog een videotje op te nemen. Oké, het filmpje is opgenomen, dus dat is helemaal goed. Nu kan die persoon van Flair me bellen en ben ik klaar om te interviewen. Dus helemaal perfect. Oké, het interview is zo net gedaan en het was echt ja, super goed. We hebben echt, ik denk, 3 kwartier of zo hebben we aan de lijn gehangen. Het was echt een super lieve vrouw, dus dat was sowieso al fijn. En ze begreep mijn verhaal precies ook wel van het beste. Dus ja, dat is ook wel fijn. Misschien is ze zelf vroeger wel gepest geweest, ik zou het gewoon niet weten. Maar ja, ze herkende zich toch precies wel in het verhaal en dat was wel heel erg fijn. Ze stelde ook heel gerichte vragen, was ook wel heel fijn. Sommige vragen moest ik wel een paar keer over nadenken of zo. Maar ja, ik vond het echt heel erg leuk het interview om te doen. Het is misschien niet het meest leuke onderwerp, maar ik had echt zoiets van 9 van de 10 mensen hier op aarde die zijn wel eens gepest geweest. Dus niks om over te schamen. Gewoon doen en ja, hup, met mijn kop in de Flair. Volgende week krijg ik nog normaal gezien een telefoontje. Want daar hoort natuurlijk ook een fotoshoot bij. Ik word opgemaakt. Mijn haren worden gedaan en dat soort dingen. Dus ik ben echt wel heel erg benieuwd. Maar ik neem jullie waarschijnlijk sowieso wel mee. Ik denk dat ik ga vragen voor op een vrijdag. Want dan kan ik misschien met Pieter Jan terug naar huis, met ze ook in Mechelen werkt. Ja, dan moeten we even kijken. Ik heb er in ieder geval wel echt super veel zin in. En ja, ik kijk er echt wel, ja, toch wel stiekem naar uit. Wel is het over zo'n, ja, niet leuk onderwerp. Ik heb er wel zin in. En ik heb mijn video's opgenomen, gelijk ik daar straks al zei. Dus ik heb nu tijd om even een uurtje te gaan wandelen. En daarna kan ik mijn video bewerken. Oké, ik ben aan het wandelen. Het is ja, toch nog behoorlijk koud. Maar ja, nu kan ik tenminste straks een frietje eten zonder schuldgevoel. Dus dat is wel heel erg leuk. Oké, ik ben al 37 minuten aan het wandelen ongeveer. Het gaat best wel goed. Alleen ik ben nu echt wel heel warm te krijgen aan mijn bovenbenen. Dus ik ben eens benieuwd hoe het morgen gaat, maar het zijn zorgen voor morgen natuurlijk. Zo, ik ben terug van het wandelen. Het was toch wel geslaagd. Ik heb een uur gewandeld, ongeveer 5 kilometer. En eerlijk gezegd, ik dacht dat ik dat zelf niet kon. Want mijn conditie is al echt, ja, al jaren niks meer, doordat ik niet sport. Maar ik heb toch goed volgehouden, dus daar ben ik wel fier op. En dan ga ik nu verder mijn videootje bewerken wat ik zo net heb opgenomen. Dus dan is dat ook helemaal klaar. Goedemorgen allemaal, het is vandaag de zaterdag. Even kijken de hoeveelste. De 28e januari en wij zijn al een tijdje wakker. Het is 10 uur nu. En ik ben mijn schoenen aan het aandoen, want wij moeten zo dadelijk vertrekken naar de architect. We hebben eindelijk nog eens een afspraak bij hem en hij heeft niet afgebeld. Dus heel erg goed. We hebben in de vakantie, wou ik zeggen, maar dat klopt niet. 1 of 2 weken geleden hebben wij een voorkeursindeling toegestuurd naar hem. Daar hebben we niks van gehoord. Dus ik ben wel eens benieuwd of hetgene
wat wij hebben doorgestuurd, of dat ja, mogelijk gaat zijn, of dat hij iets getekend heeft. Ik ben echt benieuwd, maar ja, jullie horen het zelf wel. Dus laten we snel gaan en dan zie ik jullie zelf weer terug. Hier komt ons mooie huisje afzetten. Oké, dat was mijn leuk dagje tot nu toe. We zijn naar de architect geweest en daarna heb ik eigenlijk niet meer ja, gepraat met jullie. Maar het was echt wel heel erg goed. We hadden natuurlijk al een indeling doorgestuurd, hoe wij ze voor ogen hadden. En op zich is was alles goed getekend, wat wij hadden ja, verzonnen, zou ik maar zeggen. Dus ja, dat is heel fijn natuurlijk. Nu hebben we ook echt wel een heel grote stap gemaakt vooruit. De architect gaat nu tekenen, gaat wat aanvragen doen, prijsoffertes, dat soort dingen. Dus ja, dat was heel erg goed. Daarna zijn we naar hier gekomen en toen ging blijkbaar de voetbal niet door. Dus dat was ook wel fijn. Hebben we dus een namiddagje vrij gehad in feite. Maar ja, dat hebben we natuurlijk, of ja, we hebben hier eerst de tekeningen laten zien, want ze waren hier natuurlijk heel erg nieuwsgierig. En ja, dan zijn we nog, zoals jullie daarna konden zien, naar een meubelwinkel gegaan om daar wat inspiratie op te doen. En nu hebben we ja, daarnet gegeten. Nu gaan we naar, even denken, het toneel kijken. En daarna gaan we naar het Prinsenbal. Dat is een carnavalsbalachtig iets. En ja, de nieuwe prins wordt gekozen in het dorp. Dus dat is wel heel erg leuk om ook te doen. Zo, het weekend zit er alweer op. Het is vandaag zondag de 29 januari en ik heb vandaag helemaal nog niks gezegd. Wij zijn naar, naar Maastricht geweest, zoals jullie wellicht hebben gezien aan de beelden. En daar hebben we eigenlijk een cadeautje gekocht voor Thomas. Daar heb ik hier nog een nagelschaar gekocht, wat ik nodig heb. Ik van niks nog een suede lipstick, lipgloss gekocht. Heel benieuwd naar. En heb ik ook nog zo een Nerds Rope snoepje gekocht. Ook heel lekker. Dus het was op zich wel een fijne dag. Maar ik heb natuurlijk ja, niet veel gefilmd. Ik ben nu nog aan mijn blog een beetje aan het werken. En ik ga zo douchen. En dan gaan we nog een filmpje kijken. Dus wellicht gaan jullie me niet meer zien. Alvast bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als jullie deze video leuk vonden. En dan zie ik jullie volgende keer weer terug. Dag!